We hebben het hier, we concentreren ons op die constructieve veiligheid. Dus voor de constructieve veiligheid zou u zeggen een hoofdconstructeur. In die zin bent u het met meneer De Pla eens. Ja, er is ook niet één oplossing. Maar wat ik een beetje proef is dat, god, als we maar één iemand alle verantwoordelijkheid geven, dan zijn wij er vanaf. En dan denk ik dat dat dus niet een oplossing is. Ik was aanvankelijk niet zo'n voorstander van meer regelgeving, maar ik kan toch wel een eind meegaan met Staf De Pla. Als hij voorstelt om bijvoorbeeld de hoofdconstructeur voor bepaalde type werk, dat zeg ik er dan wel bij, verplicht te stellen. Om simpel de weg uit de reden dat je dan de hele procedure uit de concurrentiesfeer haalt en daarmee voorkomt dat sommigen zeggen van die hoofdconstructeur hoeft voor mij niet en dan kan ik voor een lagere prijs werken. En dat lijkt me een ongewenste situatie. Wat ik niet heb gehoord is van, je hebt de mogelijkheid om als onafhankelijke partij zoals BouwQ bij te dragen aan het bouwproces door bijvoorbeeld voor de opdrachtgever te kijken naar het bouwproces in zijn geheel en telkens aan te geven van we zien iets fout gaan, we zien iets verkeerd gaan. We weten dat er heel veel bouwfouten worden gemaakt, heel veel hoge kosten daaraan zitten. Door een onafhankelijk bureau ernaar te laten kijken, zien we dat we vele van die fouten in ieder geval weten op te vangen en daarmee dus ook een dienst kunnen leveren aan die opdrachtgever. Dus als je meerdere partijen hebt, vele partijen denken, als ik het niet doe, doet die ander het wel. En dat wordt door geldmechanismes vaak heel erg in de hand gewerkt. Ik geef maar aan dat een hoofdconstructeur maakt een hoofdconstructie, die moet de vloer op aansluiten en niemand maakt die knooppunten. Dat zal een ander wel gaan doen. Dus ik denk dat hoe meer je selecteert in het aantal partijen, hoe duidelijker in ieder geval de verantwoordelijkheid komt te liggen. Dat betekent, kijk, wat u aangeeft is natuurlijk een voorbeeld van hoe het zou kunnen bij, als het ontwerper ligt in de toets, het wordt nog eens een keer getoetst op die bouw of die uitvoeringskwaliteit. Maar waar het toch echt om gaat, is denk ik nog steeds dat die informatie aan de voorkant door dat hele proces mee blijft lopen. Want dat denken dat het wel goed gaat, dat is ons mensen natuurlijk wel te eigen. Terwijl het wel gaat om het resultaat wat je uiteindelijk oplevert. En dat kan alleen maar, zo is het bouwproces nu helemaal ingericht, door een veelheid van specialismen die er een aandeel in hebben. En uiteindelijk moet dat toch tot het goede eindproduct komen. Ik denk dat er eigenlijk maar één simpel dingetje nodig is. We hadden tot een aantal jaren geleden per gemeente bouwaanvraagformulieren. En daar stond de vraag op wie er verantwoordelijk is voor de samenhang van de constructieve gegevens. We hebben nu sinds een aantal jaren een landelijk formulier. Daar is die vraag uit verdwenen. Ik zou ervoor pleiten om die vraag weer terug te laten komen. Dat confronteert in elk geval de opdrachtgever met, hey, daar is iets aan de hand waar ik een uitspraak over moet doen. En gemeenten moeten er dan ook op toezien dat die vraag daadwerkelijk wordt beantwoord. En dat daar vervolgens ook naar gehandeld wordt. Nou, ik denk dat het helemaal niet verkeerd is om die vraag weer terug te laten komen. Al was het maar om het feit dat je de opdrachtgever ook bewust is daarvan. Maar het helpt natuurlijk verder in het proces. Niet echt, het voorkomt het niet. Het is meer een aanknopingspunt voor uzelf, denk ik ook. Omdat u weet bij wie u moet zijn. Ik denk dat in een aantal situaties een oplossing kan zijn. Ook in kleine gemeenten waar helemaal geen constructeur in dienst is om te kijken wat er aan bouwaanvragen binnenkomt, komen tegenwoordig complexe aanvragen binnen. Wil je die op een goede manier beoordelen als gemeente, dan moet je denk ik ook al naar een gecertificeerde derde om daarnaar te kijken. Het kan ook voor een ander deel van de markt interessant zijn. Maar ik denk dat mevrouw Dekker heel goed heeft aangegeven welke kernverantwoordelijkheden er van de overheid toch overeind blijven. En die moeten zeker niet op het niveau van elk dakkapelletje zitten, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar daar waar de maatschappelijke risico's groot zijn, vind ik dat de overheid nog steeds een verantwoordelijkheid heeft. En wat mij betreft maakt het niet uit of de gemeente het nou zelf doet, ook weer delegeert. Maar we willen wel partijen hebben waar je inderdaad inhoudelijk mee kunt praten die er verstand van hebben. Daar ben ik het helemaal mee eens. Wij zitten hier omdat er fouten gemaakt zijn. En als dat nog betaald moet worden, dan komt het nog harder aan. En ik denk inderdaad, op het moment dat we signaleren dat er wat gebeuren kan, en dat we er ook mee geconfronteerd worden dat het indringende gebeurtenissen zijn, dat we er veel indringender ook mee bezig zijn. Okay. En dat slaat eigenlijk weer terug op het eerste punt van die opdrachtgever. Die realiseert het zich nu pas dat er inderdaad problemen zijn. Voorheen heb je altijd gedacht van, ik heb een architect, ik heb een aannemer, ik ben het kwijt. Ja. En we praten nu al de hele middag hoe indringend de opdrachtgever in het centrum eigenlijk van het circus staat. Ja. En wettelijk is dat geregeld als er een bouwvergunning aangevraagd wordt, is dat meestal de opdrachtgever die dat vraagt. En wie is verantwoordelijk? De opdrachtgever.
Dus die realiseert zich donders goed dat hij daar verantwoordelijk is. En daarna, en dat doet hij nu heel keurig, gaat hij nadenken bij welke partijen kan ik die verantwoordelijkheid nou kwijt. Zonder uit het proces te stappen, want ik blijf wel in het centrum. Ja, ja. Het is gewoon maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen gewoon niet, het reputatieschadegevaar is denk ik groter dan de financiële schade voor een enkel geval. En in die zin denk ik, nemen wij voor ons onze verantwoordelijkheid. Zeggen, dit moet gewoon beter worden opgelost. Wij vinden dat wij moeten verantwoordelijk zijn voor het proces wie waar verantwoordelijk is. En dat moeten wij goed organiseren. Net zo goed als een bouwer op de bouwplaats de veiligheid moet organiseren, moeten wij de constructieve veiligheid verantwoordelijkheid nemen om te zorgen wie op welk moment verantwoordelijk is. Maar ik denk absoluut dat verzekeraars wel een grote invloed kunnen hebben over hoe je dingen met elkaar organiseert. Maar ik zou graag willen dat ze dan meer op hoofdlijnen kijken in plaats van dat ze dan buitengewoon gedetailleerd allemaal dingen gaan vastleggen die inderdaad leiden tot, zoals ik hoor van dat voorbeeld van het betonnen zwemvest. Dus als je al die procedures maar doorloopt, is het goed. Aannemers moeten overigens geen gebouwen maken. En ook niet, u moet ook niet voor opdrachtgevers werken waarvan u eigenlijk niet moet werken. U moet gewoon ook gebouwen maken waar u zelf ook achter staat. Hè? Dus dat hoort ook bij. En wij moeten ook gebouwen maken waar wij verantwoordelijkheid voor nemen. En een verzekeraar moet denk ik gewoon ook meer toezien dat we het met z'n allen goed doen. In Frankrijk zijn alle partijen die participeren in het bouwproces hoofdelijk aansprakelijk. Dat maakt dat er verregaande aansprakelijkheden daar liggen. In verband daarmee is in Frankrijk de verzekering ook verplicht gesteld. Alle partijen moeten zich daar verplicht verzekeren. Dat heeft in Frankrijk geleid tot draconische verzekeringspremies. U moet dan denken aan 10% van de omzet van adviesbureaus, architecten. En ook een veelvoud aan verzekeringspremies voor aannemers. En de stellige overtuiging die bij een aantal mensen die ik daar in ieder geval gesproken heb leef, is dat daar maar één partij beter van geworden is. Dat zijn, het spijt me om het te zeggen, de verzekeraars. En ik vraag me af, waarvoor hebben we daar een verzekeraar nodig? Kunnen we dat niet zonder een verzekeraar goed regelen en dan die winst in ons eigen zak steken in plaats van aan de verzekeraarspremie betalen? Wij gaan steeds meer over tot design, build, finance, maintain en operate. Dus ook de financiering inderdaad in geïntegreerde contracten wegzetten. En een van de punten, het is niet het goedkoopste voor het Rijk ook niet. Maar het heeft wel tot effect dat de financier natuurlijk wel heel goed gaat kijken van hoe werken al die partijen samen. Wat mij opvalt is dat iedereen denkt alsof de bouw hier een uniek probleem heeft. En dat heeft ze natuurlijk helemaal niet. Want in de medische wereld zie je hetzelfde. Daar zie je een hele hoop specialisten die met elkaar samen een patiënt samen moeten beter maken. En dan zie je een aantal oplossingen. Namelijk uiteindelijk dat er één dossier is over die patiënt. Wat met die patiënt gewoon meegaat het hele proces door. Dat iedereen ontzettend goed zijn best doet op waar die echt goed in is. En dat ze ook, en dat is misschien wel heel nieuw, dat ze ook moeten leren te accepteren dat andere mensen daar ook een mening over mogen hebben. Of zij het werk goed doen. Dat er dus gewoon gevraagd kan worden, heb je dit goed bedacht? Heb je dat goed gedaan? En ik denk dat een verhaal van meneer Werner van de opdrachtgever is uiteindelijk verantwoordelijk dat dat proces goed gaat lopen. Dat een hele waardevolle aanwijzing is. Goed, nou dit lijkt mij een mooi poldermodelachtige conclusie. We gaan tenslotte voor een laatste rondje naar het panel. Ik heb heel veel impuls gekregen om nog eens dat hele traject nog eens goed te bekijken in de commissie. En het zal zeker niet zo zijn dat de commissie nu daarmee bezig gaat en dan iets oplevert. Nee, we gaan het natuurlijk ook toetsen met een aantal partijen. We hebben de commissie in het leven geroepen, allerlei vragen neergelegd. Probeer dan ook gewoon als commissie je advies te geven en laat dat dan input zijn in het maatschappelijk debat. Maar dan kunnen we tenminste, durf ook iets te vinden zou ik zeggen. En verder denk ik dat ik blij ben met dit soort discussies, dat we met z'n allen realiseren dat we met z'n allen moeten doen. Inderdaad moeten we met z'n allen doen. En wij zijn in ieder geval bereid om goede samen met Bouwend Nederland en anderen aan dit proces te werken.